Hoera, hoera, Sundy is één jaar geworden en uh, ik werd uh, onlangs geïnterviewd voor de podcast Topmoeders door Charissa. En het is een superleuk gesprek geworden, dus ik dacht, ja, hoe leuk om deze ook met jou te delen op mijn eigen podcastkanaal. Uh, dus uh, ja, we hebben het over natuurlijk het moederschap, uh, hoe ik me ervoor voorbereid uh, en hoe ik het ervaar. En uh, ook zeker in combinatie met het ondernemerschap. Dus uh, nou, ik zou zeggen, ga lekker luisteren en uh, geniet ervan. Hey, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou. Zo'n 10 jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen. Business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Hey Marloe! Hey hallo! Hoi, super leuk dat je kon spreken! Ja, Ja, hier in, uh, in Topmoeders de Podcast. Het is voor mij nog best wel, uh, nog best wel nieuw en ik vind het super leuk. Dus daarom vind ik het ook leuk om jou als een van de eerste gasten te hebben. Ja, wat een eer, dankjewel. Ja, um, over topmoeders gesproken, succesvolle businesscoach, uh, moeder van uh, een kleine die nog niet eens een jaar is, hè? Nee, bijna. Ja, een kleine zin, nog ja. twee weekjes. Ja. Hebben jullie leuke plannen voor de verjaardag? Nou, we gaan het klein vieren gewoon met familie en uh, ja, gewoon gezellig. Gewoon gezellig. Ja, nou, first things first, uh, nog geen jaar, hoe was je nacht? <laughs> Oh, we hebben net een hele goede nacht uh, gehad. Nee, het is echt uh, momenteel. Uh, er zijn weer tandjes. Uh, dus mijn nacht was niet zo goed. Maar uh, nee, ik, mijn nacht was goed. Maar we hebben iets gedaan wat we zeiden. Dat gaan we nooit doen. Oh, hij, hij heeft dus ons ingeslapen. Ik, ik, heb hem twee keer geprobeerd, ja, ervan, ik heb hem twee keer geprobeerd weg te leggen. Maar het was krijzen. Dus nou, dat was de enige optie om toch nog goed te slapen. Dus uh, toch maar een keertje bij ons in bed. Ah, maar voor een keertje mag dat misschien wel. Hè? Ja, vind ik ook. Je moet soms ook niet te, te streng zijn voor jezelf, hè? Nee, nee, precies. Nee, bij de eerste heb ik dat ook echt heel lang geweigerd. Maar op een gegeven moment... Uh... Ze willen wel te willen. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, nee, dus het was oké. Okay. En we hebben tot uh, tien voor half zeven geslapen. Dus ook best wel weer een keertje lang voor de verandering. Oh, kijk. Oh, dus misschien is dat helemaal nog niet zo'n gek idee tussen jullie in... Nee, nou, het was echt. Hij was echt een topslaper. Ik kon er echt niks van zeggen, totdat we wintersport gingen. En uh, sindsdien is het even drip een beetje anders. Oh kijk. Maar goed, over het algemeen had ik nooit wat te klagen. Het was echt van zeven tot zeven. Hij sliep al sinds acht weken door. En uh, ja, als het dan ineens even niet meer is, dat is dan wel even schakelen. Ja, ja, dat snap ik. Ja. En dat schakelen, ben je, ben je een beetje een relaxte moeder? Kun je dat? Uh... Goed schakelen van, oh, nou, dan is het even anders. Ik denk het wel. Ja, het is wat het is. Ja, je kan er weinig aan doen. Je probeert inderdaad wel uh, het een en ander uit, natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik uh, wel iemand ben die uh, van mijn slaap houdt. Dus uh, ik heb ook echt wel slaap nodig. <laughs> dus soms pak ik wel nog even. Zoals gisteren was het uh, ook best wel dramatisch. En toen heb ik s ochtends gewoon nog even geslapen. Heerlijk, heerlijk. Nou, hoe heb je, ja. uh, heb je eigenlijk uitgekeken naar het moederschap? Had je een beetje voorbereiding? Ja, ik heb er zo erg naar uitgekeken. Ja, niet normaal. Ja, nee. Um, misschien goed om te vertellen. Uh, ja, misschien een lekkere binnenkomen. Maar uh, voor de mensen die mij niet kennen, die uh, weten het natuurlijk niet. Voordat ze geboren werd, uh, was ik uh, in verwachting van een dochter. Um, Isa Lou, zij is met 24 weken gekomen. En nou ja, te vroeg, dus uh, helaas is zij uh, maar een hele korte tijd bij ons geweest. En. Uh, Sterrezeftjes, ja, zo... zoals we dat mooi noemen. Ja, een kindje. Ja, is vlak vanuit bevalling is ze overleden. Dus dat maakte wel echt dat ik nog veel meer uitkeek naar het moederschap. Dan, ja, met de eerste zwangerschap was ik er ook al wel klaar voor, voor mijn gevoel. Maar. Ja, nu met Sun was het echt nog meer. En er was de wens natuurlijk nog sterker. Dus um, ja, ik heb ook echt daardoor veel bewuster denk ik genoten nog even van mijn zwangerschap. Ondanks dat het natuurlijk ook wel spannend was. Maar um, ook echt gezegd van nou, uh, ja, dit is zoiets bijzonders. En ik ga ook echt genieten van mijn verlof. Dus uh, ja, ik heb, uh, ik heb me goed voorbereid. Ik heb ook heel veel uh, tijd genomen om lekker uh, boeken te lezen en zo. Dus ja, uh, yeah, ik... Ik was er helemaal klaar voor, voor mijn gevoel. Oh, kijk, kijk. Ja, ik weet niet of je tussendoor wat gekreun hoort, hoor, Maar de kleine ligt hier naast me. Ik hoor hem, ja. Ik hoor hem, ja. Hij vindt het allemaal prima, hoor. Maar uh, laat gewoon van zich horen. Is heel toepasselijk, toch, bij deze podcast. Precies, precies. Um, maar je hebt dus wel wat tijd gehad. Um, wil je misschien nog um, iets vertellen over hoe dat is gegaan uh, met Isaloen? Uh, ja, daar wil ik zeker wel wat over vertellen. Um, ik had een hele onbezorgde zwangerschap. Um, ik was ook echt heel relaxed en uh, ook aan het genieten. We waren nog op Babymum geweest naar Zuid-Afrika en Mauritius. En een week na terugkomst uh, had ik een beetje buikpijn. Mijn oma lag op sterven, dus ik had afscheid genomen van mijn oma die, die avond. Ach jee. En uh, ja, ik was heel erg aan het twijfelen: zou ik nog heen gaan, zou ik niet heen gaan? Maar ik dacht, ja, dit is waarschijnlijk wel de laatste keer dat ik er kan zien. Dus. Uh, toch met mijn zus heen gegaan en afscheid genomen. En uh, ja, diezelfde avond. Uh, dat ik in bed had, had ik heel erg buikpijn. Maar ja, weet jij veel? Ik denk van ja, je hebt net afscheid genomen van je oma. misschien is het gewoon uh, een beetje ja, stress in je lichaam of zo. En midden in de nacht had die buikpijn zo heftig. dat ik naar de wc ging. En uh, ja, toen braken ineens mijn vliezen. En uh, toen dacht ik: ho, dit is goed mis. Uh, ik dacht niet dat het zo mis zou zijn. Ik dacht wel van oké, okay, want ik had wel een vriendin die ook uh, haar uh, vliezen eerder waren gebroken en ik wist dat je lichaam dat wel weer opnieuw aanmaakt. Dus ik had niet zoiets van oeh, dit is het uh, directe uh, einde verhaal. Maar ik had wel zoiets van nou, we moeten uh, even bellen en we nou ja, toen naar het ziekenhuis en daar was al vrij snel duidelijk dat ik al mijn vruchtwater had verloren, dat de bevalling eigenlijk al was begonnen omdat het voetje al door de baarmoedermond was. Dus... Ja, dan heb je gewoon een open verbinding. Dus ja, er komt wel nieuw vruchtwater, maar dat gaat er direct uit. Dus uh, toen met de ambulance naar het andere ziekenhuis. En uh, ja, daar werd duidelijk dat, uh, ja, dat ik eigenlijk uh, wel nog een keuze had. Maar de overlevingskansen van Iserloew waren zo klein. En de kansen dat het ja, gewoon echt zwaar gehandicapt was, is heel groot. Dus we hebben zoiets gehad van, nou weet je, we, we laten gewoon de natuur de gang gaan. dat heeft zo moeten zijn schijnbaar. Uh, ja, hoe moeilijk dat ook is. Ja, en als ze wel sterk genoeg is, dan zal ze het alsnog wel overleven. En anders uh, niet. Dus toen heb ik mijn ouders gebeld in de ochtend. Ze hadden eerst natuurlijk weenremmers gegeven. En uh, toen wist ik, nou, het gaat elk moment, kan het weer gaan, uh, op gang gaan komen. En mijn ouders waren dus op weg naar mijn oma. Want toen was het echt uh, zover dat mijn oma ging overlijden. Dus, uh, nou ja... Ik zei ja, ga daar maar heen. Ja, ik weet ook niet hoe lang het bij mij nog duurt. Het kon misschien nog wel, uh, wel wat dagen duren, ik had geen idee. Dus ja, en toen, uh, uh, s'avonds uiteindelijk uh, rond zes uh, uur, uh, is ze geboren. En uh, ja, dat was natuurlijk wel uh, heel, uh, heel bijzonder en ook heel, heel verdrietig om te zien hoe levenloos ze eigenlijk al ter wereld kwam. Echt zo klein. Maar wel gewoon alles erop en eraan. Echt een mini-mensje, gewoon compleet, maar gewoon nog te klein. Dus uh, nou, en toen opeens, we hadden toen ook heel veel foto's gemaakt. Dat zei dus in het ziekenhuis: Foto's maken, foto's maken, goed voor de herinnering. En dat hadden we dus laten doen door iemand die erbij was uit het ziekenhuis in de live-modus van de iPhone. Dus op een gegeven moment, ik heb dat, het is nu uh, drie jaar geleden alweer. Uh, dus laatst 21 januari was drie jaar geleden. Dus toen ging ik ook kijken. En toen zag ik ook dat, je, dat ik op een gegeven moment ook zei: van, Oh god, ze leeft nog. Omdat je dan ineens zag ik haar borst nog bewegen. Dus ja, ze leefde wel, maar het was echt nog een paar ademhalingen. En uh, dat was het. Ja. ja. En dan uh, ga je ineens uh, een paar uur later het ziekenhuis uit met een bakje water. Want dat was wel heel mooi, wateropbaring. Met je kindje erin. Ja. ja. Ja, hij staat je weer op zijn kop. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ik weet hoe het is om om te gaan met de vreugde van de geboorte yeah. van een kind. Maar je hebt tegelijkertijd de komst en het verliezen van. Ja. Ja, dat is niet te bevatten. Het is zoiets... Ja, je komt in zo'n rollenkozen terecht. En je denkt ook echt... Ik weet nog dat ik... Die dag erna werd ik wakker en ik moest ik zo ontzettend huilen. En ik zei echt van, nou, is dit een slechte nachtmerrie geweest? Vertel me alsjeblieft dat het gewoon een droom was. Want, nou ja, dat was dus natuurlijk niet zo. Maar uh, ja, je komt wel in een soort overlevingsmodus, want je moet ineens van alles regelen. Want ja, het is wel gewoon echt een kindje wat begraven of gecremeerd moet worden. Dus je moet ineens een crematie in ons geval dan regelen. Muziek uitzoeken. Bedenken hoe groot wil je het? Wie wil je erbij hebben? Uh, ja, God. En ze was dus hier nog bij ons. Dus we konden wel elke dag nog naar haar kijken in een bakje water. Zodat haar lichaam heel mooi bleef. En toen heb ik zelf heb ik nog foto's van haar gemaakt en video's. En ik vind dat zo, ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. Want dat is wel heel dierbaar om dan nu terug te zien. En uh, ja hoe ga je daarmee om ja God ja je doet het wel maar goed. ja je doet het gewoon dat is toch ook, ook wel weer bijzonder om te beseffen dat je denkt van ja je bent toch wel sterker dan je denkt of zo en komt toch in een soort overlevingsmodus van uh, ja wel natuurlijk heel veel huilen ik denk dat het ook logisch is maar uh, ja, ja. ga door en daarna, daarna begint het pas eigenlijk echt het uh, verwerken ja want wat ik ook heel sterk van je vind is dat je heel veel deelt op Instagram eigenlijk over het verlies. Um, en nu is je publiek um, voornamelijk, denk vrouwen, maar ook vooral vrouwen um, die heel veel uh, die bezig zijn met hun carrière, ambitieuze vrouwen. Ja. Um, ja, wat, wat wil je dat ze daarvan meenemen? Ja, voordat het gebeurde, of toen het gebeurde, had ik geen idee dat het nog kon gebeuren. Je denkt echt, je hebt van die appjes, weet je wel, 24 weken, gefeliciteerd, je kindje is levensvatbaar. Dus ik voelde echt alsof. Ik de enige was waarbij dit gebeurde. Maar goed, toen ging ik dus uh, op internet. Uh, nee, ja, ik, ik deelde. Ik, ik was natuurlijk eerst helemaal offline. Maar op een gegeven moment ging ik wel op internet zoeken. Zo bleek wel dat het inderdaad vaker gebeurde. En ik had mijn publiek wel, of mijn volgers had ik ook meegenomen in mijn zwangerschap. Ik deelde daar natuurlijk. Ik was zo blij dat ik in verwachting was. Um, dus ja, het was, heel, het was voor mij ook geen. Punt van twijfel om dit te gaan delen, dat het mis was gegaan. Ik dacht, ja, dit is nu gebeurd, dus dit is nu ook onderdeel van mijn leven, dus dit ga ik ook delen. En ik vond het wel heel bijzonder dat ik zoveel steun kreeg, ook uit, me, uit mijn ja, publiek op Instagram, dus de mensen die me volgen. En ik, kreeg echt, ik werd overladen met berichtjes, briefjes, maar ook hele mooie kaarten en mooie cadeaus. Ik uh, dacht, wauw, wat een liefde en wat een steun. En, Bijzonder dat iedereen zo meeleeft, maar ook verhalen van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt of mensen die wel iemand kennen die het hadden meegemaakt. Dus toen dacht ik ja, dit is, dit is wel iets wat ja, gedeeld mag worden, of zo. En ik, ik heb toch heel weinig daarover kun, verhalen zelf kunnen vinden, wel wat, maar niet superveel. En ik merkte wel, door, dat, door er zelf openlijk over te vertellen, kwam ik in gesprek met vrouwen die het zelf hadden meegemaakt. En dan ja, is het toch een soort van gedeelde, smart is halve smart. Dus uh, ja, het voelde wel... Ik voelde ook heel sterk dat ik een videootje nog erover wilde maken. En een podcast. En uh, met het hele verhaal. En dat is ook gewoon uh, ja, ontstaan. En ik denk, ja... Ik hoor nu nog steeds, krijg ik heel vaak berichtjes van vrouwen... die zeggen dat ze daar echt heel veel steun uit hebben gehaald. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dat ik dan uh, ja, op die manier ook wel weer iets kan betekenen... voor vrouwen die hetzelfde meemaken. Wat fijn, ja. Ja. Nou, in het dagelijks leven ben je um, ook al steun voor vrouwen, maar op een andere manier ja um, je bent business mentor zoals je jezelf noemt ja. je bent business coach maar een business mentor <laughs> ik heb daar zo in ge geswitcht ook hoor ik heb een hele tijd in mijn Instagram biografie business coach gehad en toen was het op een gegeven moment ja iedereen wordt coach weet je wel toen dacht ik nou uh, mentor dan <laughs> weet ik veel hoe moet je het je dan noemen ja precies ja dus nou ja het is maar een naampje, maar wat ik doe is inderdaad uh, ik help vrouwelijke ondernemers groeien met hun business Um, maar niet alleen met hun business, ook wel een stukje persoonlijke ontwikkeling uh, neem ik daarmee. Dus uh, een mindset. En um, ja, zodat ze uh, ja, niet zichzelf voorbijlopen en een geweldige business bouwen, maar echt vanuit de kern een mooie business bouwen die echt bij, past bij wie zij zijn en waar zij gelukkig van worden. Zodat ze vanuit daar echt uh, ja, hun mooiste leven kunnen gaan leiden. Mooi. Mooi. En uh, uh, hoe ziet dan zo'n doorsneedag ervoor uit voor je? Normaal gesproken ik begin altijd uh, pas om tien uur. Voor tien uur plan ik geen afspraken in. En um, dan. Uh... Waarom is dat? Nou, dat is eigenlijk al, al nou, nadat is geboren ben ik ook veel bewuster gaan leven en veel meer gaan kijken van, oké, okay, wie ben ik, hoe wil ik leven, waar word ik gelukkig van? Waar krijg ik energie van? Wat kost mijn energie? Uh, heel veel gaan mediteren, veel meer connectie met mezelf. En voor, toen heb ik echt een ochtendritueel ontwikkeld. En uh, ja, ik stond altijd pas rond half acht uh, of acht uur op. En uh, ja, ik weet niet, dan had ik twee uur de tijd lekker om rustig te wandelen. En uh, even te mediteren en te journalen. En dan om tien uur uh, ja, was ik er klaar voor. <laughs> dus dat was zo fijn. En gewoon geen apparaat, ook geen telefoon, geen televisie. Dus echt gewoon lekker uh, rustig de ochtend beginnen. Ja, dat doet zoveel met de rest van je dag, met de energie die je de rest van de dag bij je draagt. Dus ja, dat heeft voor mij gewoon echt veel gedaan. Dus dat heb ik uh, nog steeds volgehouden. Alleen ben ik nu iets eerder sta ik vaak aan. <laughs> op een andere manier. Maar wel het stukje telefoon en uh, uh, nou, andere apparaten, dus computer en zo, echt niet voor tien uur. Dus om tien uur begin ik. En dan. Uh, heb ik meestal eerst een coaching call met een klant van me. Dus uh, soms is het een één-op-één. Dus ik heb VIP-trajecten van één-op-één, uh, met één-op-één coaching. Maar ik heb ook groepstrajecten. En ik wil eigenlijk heel graag, daar ben ik nu ook mijn agenda op aan het inrichten, dat ik in elk geval nog wel één dag heb zonder coaching. Dus ja, het is vaak uh, coaching en, uh, en teammeeting. Dus meestal uh, met mijn online business manager uh, bespreken we dan, zoals op de maandag, bespreken we dan de week. Uh, en wat er zich, uh, vorige week nog gebeurt, dat moeten we nog bespreken. En zij zet het dan allemaal weer uit bij mijn uh, andere teamleden. En um, ja, tussendoor maak ik content, deel ik content via Instagram. Maximaal een half uur per dag zit ik op Instagram. Dus mensen denken soms ook uh, dat ik hele dagen op Instagram zit. Maar daar heb ik ook wel echt uh, heel bewust keuzes in gemaakt. Um, dus connect ik met mijn, uh, met mijn klanten en met mijn doelgroep en maak ik uh, hopelijk inspirerende content, dus onder andere podcast uh, en ben ik bezig met online programma's uh, maken, dat soort dingen. Leuk. Ja. En dat, dat zien wij dan natuurlijk al allemaal op Instagram en YouTube en je podcast. Ja. Uh, maar ik vind het ook wel grappig, want je begon eigenlijk bij je werkzaamheden en je dag begint volgens mij uh, iets vroeger. Ja, dat klopt. <laughs> ja, en het is interessant inderdaad. Uh, ja, uh, ook dat kwam, kwam omdat we het inderdaad hadden over uh, wat op ja, mijn werk. Ja, klopt, ja. Ja. ja, maar hoe begint het mijn dag met Sun uh, en Jurre natuurlijk? Uh, nou, hij wordt wakker en dan. Dit is een flesje lekker. Het is de eerste flesje bij ons in bed. Dus uh, dat vind ik wel uh, heel relaxed. Zellig, ja. Hij heeft, ja, hij pakt zelf zijn fles vast, dus dan komt hij tussen ons in liggen en dan drinkt hij zo zijn flesje leeg. Nou, toen hij uh, om zeven uur wakker werd, ja, dan begon daarna gewoon de dag. Maar nu is hij dus soms wel wat eerder, dus dan valt hij soms nog wel eventjes tussen ons in slaap. Dat is ook wel heel erg lekker. <laughs> is dat vijf en, uur, zes uur? Ja, ja, dat was echt een tijdje even vijf uur, dus dat was maar echt te gek. Um, en soms zes uur, maar het schuift nu weer op. Dus het was vanmorgen tien voor half zeven. En um, nou, dan is je daarna wel gewoon wakker. Dus dan staan we op. En dan uh, is het, uh, nou ja, niet elke dag. Maar uh, is vandaag, toevallig, dan wel weer even een dag om lekker te douchen. Meestal uh, gaat hij dan met Jurre douchen. Op mijn mama dagen ga ik vaak met hem in bad aankleden. En um, ja. Dan mezelf aankleden. <laughs> ik vind het altijd wel belangrijk om ook gewoon zelf de tijd te nemen om lekker aan te kleden en mijn make-upje op te doen. En, uh, ja. Ja, meestal zet ik hem dan gewoon bij me in de badkamer. Dan, ja, hij daar of dan kruipt hij daar een beetje rond. Uh, of hij gaat vast met Jure mee naar beneden. En dan, uh, ja, is hij beneden. Dan krijg jij die tijd. Dan heb ik, de, ja, echt even rust. En ik um, en ga hem ja. ook opvangen. Ja, twee dagen per week, ja. En uh, heb je hem ook één dag thuis dan? Als je, want je werkt volgens mij drie dagen. Uh, ja, twee dagen ik, ja, twee dagen heb ik uh, met hem. En Jure heeft ook, uh, mijn man heeft ook één dag met hem. Oh, ja. Door de week en natuurlijk in het weekend. Ja. ja. En je had al, uh, voordat we dit gesprek begonnen, uh, had je het al uh, over uh, dat hij het wat moeilijk had op de opvang vandaag. Ja, echt de <laughs> allereerste uh, keer. Nou, wat gebeurt er met dat soort dagen? Dat hij wat moeilijk heeft, dat jij eigenlijk een werkdag hebt gepland... Vol met uh, uh, ja, kijkersprekingen. Ja, ja. Nou, wat gebeurt er dan als je wordt gebeld? van, hé, hey, uh, Sam ja. gaat het niet redden vandaag. Nou gaat alles ja, uit mijn agenda. Ja, gezellig. <laughs> Ach, kijk nou wat een moppie. <laughs> ja, de luisteraars zien dit natuurlijk niet. Maar... Um... Nee, dan, uh, dan alles, uh, leg ik alles neer en dan uh, ga ik hem ophalen en dan uh, ja, is het schuiven. Maar goed, omdat ik dus wel uh, vrij flexibel, of tenminste ik plan mijn dagen niet helemaal vol met allemaal calls. Dus ik heb dus meestal twee calls of zo per dag. Dus uh, ja, dan is het gewoon schuiven. En als ik één dag in de week sowieso geen calls heb, maar echt uh, aan mijn bedrijf werken, uh, dan is er altijd nog ruimte om het dan een keer naar die dag te, te verschuiven. Dus dat, is, dat is ook wel fijn, ja, ja. Dus ik ben wel dan degene die hem ophaalt meestal. Ja. Uh, tenzij ik een keer draaidag heb of een sprekersklus. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar dat heb ik er nu, nu nog niet gehad, dat ik hem dan moest ophalen. Dus, maar vandaag was echt wel echt... Uh, ja, dat was wel echt een... Als je het hebt over een rustig begin van je dag, dan was dit geen rustig begin. Want ik, ik breng hem altijd wandelen naar de opvang. Dus dan uh, uh, hondjes mee en dan... Uh, ik heb twee hondjes en een kinderwagen. En dan, uh, nou... Uh, lekker relaxed, weet je wel. Maar vanmorgen was het krijzen. Want de tandjes komen door. Er zijn al een aantal door, maar het is nu weer uh, blijkbaar een nieuwe. Dus was ik echt krijzen nou, Echt, joh. Dat is zo... Uh, oh, dat uh, heeft echt... Uitbrekend. Ja. Yeah. Oh, je voelt gewoon dan die stress door je lijf, hè? Dus nou yeah. ja, ze zeiden ook van ja, we kijken wel hoe het gaat. Wij mogen hem geen zetpil geven. Dus anders, als het echt niet gaat, dan bellen we jou. Oh, oké. Okay. Oh ja, dat snap ik, ja. Uh oh, ja. nou. Um... Dus, we zien het wel. Dus nou ja, ik heb vandaag heb ik wel mijn eigen leefregel overtreden. Want normaal gesproken is het dus voor tien uur geen calls. Maar ik dacht wel van ja, ik heb vanmiddag mijn online business manager een week op vakantie geweest. We hebben echt veel bij te praten. En er zijn allemaal sollicitanten voor een nieuwe functie. Dus ik zei tegen haar, joh, anders doen we om negen uur. Dan weet ik zeker dat ik ze nog niet hoef op te halen. Dan uh, is dat wel even handig. Ja. Dus ja. Jeetje, maar het klinkt als heel veel geregeld, toch? Nou ja, als hij, uh, als hij even dan ineens uh, van de opvang opgehaald moet worden, moet je wel even wat regelen, ja. ja. Maar over het algemeen valt het mee hoor. Gelukkig. Heb je daar, ja. uh, um, ik was wel dat je heel erg had voorbereid op je zwangerschapsverlof um, mm -hmm. voordat je wegging. Op welke manier ja. heb je dat gedaan? Eh... Uh, Voorbereiden op een verlof zelf? Oh, zo bedoel je. Ja, ja, ja ik heb mijn bedrijf babyproof gemaakt. <laughs> <laughs> um, ja, nee. Dus ik heb uh, toen voor het eerst een online business manager aangenomen... voordat ik met verlof ging. Want ik dacht, ja, ik wil echt genieten van mijn verlof. Dus het moet gewoon doordraaien zonder mij. Um, dus ik heb samen met mijn online business manager... Uh, ja, voordat ik met verlof ging, heb ik haar aangenomen... en heb ik haar goed ingewerkt... Um, ja, en hebben we gewoon een hele, hele planning gemaakt van... wat gaat er gebeuren de komende maanden? Uh, wat gaat er nog doorlopen tijdens je verlof? En wat staat er stil? En uh, wie moet wat doen? Want uh, ja, er zijn nog meer mensen in mijn team... Uh, die dus uh, nou ja, voor mij aan het werk waren. Dus we hebben gewoon uh, alles goed doorgenomen van tevoren. En uh, ja, als er echt iets was... dan mochten ze mij natuurlijk wel eens een keer uh, bellen. Maar uh, zo min mogelijk. Ja, dat goed. Ja. En heb je op die manier ook voorbereid, ja. je bedrijf ook voorbereid op het moederschap? Van welk als scenario X dan gaan we dit doen? Uh, nee ja, de, natuurlijk tijdens mijn eerste, na mijn eerste bevalling, dat was zo onverwachts. En op zo'n moment dat ik helemaal niet mijn bedrijf al babyproof had voor mijn gevoel. Ik deed toen nog heel veel, uh, ik gaf toen heel veel webinars. Dus live masterclasses en um, ja, daar verkocht ik dan ook trainingen in. Um, en ik had altijd wel zoiets van, ik wil deze, deze masterclass wel een keer uh, uh, evergreen gaan draaien, zoals ze dat noemen. Dus dat het gewoon doordraait en dat je bijvoorbeeld opgenomen webinars gaat draaien, dus niet live. Maar ik had de overtuiging, het, het loopt minder goed als ik het niet live doe. Maar goed, toen werd ik gedwongen, ik lag in het ziekenhuis en, uh, en, en op die dag daarna stond er een webinar op de planning. Dus toen heb ik tegen degene die mijn advertenties doet gezegd van joh. Draai een replay, want ik ben er niet. Um, en toen heb ik echt mijn allerbeste maand ooit gedraaid. Dus het was echt bizar. Het was zo'n eye-opener voor mij dat ik dacht: van oké, okay, dus ik heb eigenlijk al zoveel vrijheid voor mezelf gecreëerd in mijn business, maar die pak ik niet. Um, dus dat was ja, dat ben ik nu sowieso heel anders gaan doen. Ik geef bijna nooit meer live uh, masterclasses. Ik heb dat nu al heel lang niet gedaan. Maar dat maakt niet uit. De waarde is natuurlijk hetzelfde. Dus um, ik zorg wel gewoon uh, dat ik regelmatig wel weer iets nieuws opneem. Ja, dan kan ik het gewoon in mijn rustige modus opnemen. En dan kan ik het gewoon uh, gebruiken wanneer ik wil. Dus dat is wel heel fijn. Maar goed, anderzijds is mijn bedrijf wel echt veel meer gegroeid nog weer. Dus ik heb nu ook veel meer coachingklanten. Dus ja, als ik nu... Uh, ik heb te, met mijn klanten heb ik toen echt gezegd van oké, okay, ik heb normaal gesproken een jaartraject, uh, een halfjaartraject. Ik heb het toen als een jaartraject verkocht en gezegd van oké, okay, het is deels online. Online modules kunnen jullie nu volgen, ook als ik met verlof ben. En de coaching start dan als ik terug ben met verlof. Dus daar heb ik gewoon ja, ook een beetje wat uh, in veranderd. Ja. Maar en, dat niet... uh, ja, op die manier heb ik het maar hè? Ja, op dit manier ben ik, heb ik toch mijn bedrijf wel uh, daarop ja. ingesteld, inderdaad. Maakt dat jou ook een, een volledigere coach om zo maar te zeggen? In de zin van je weet nu dat de klanten van jou, die ook moeder zijn, die kun je ook op dit soort momenten, uh, nou, even een of ander advies geven. Ja, ik denk wel dat heel veel klanten van mij zijn ook wel moeder of we hebben een kinderwens. Ja, het is toch wel makkelijker. Ja, connecten gewoon omdat je weet wel, ja, wat ze. Wat ze meemaken en hoe ze zich soms voelen. Dus uh, ik denk het wel. En ik denk ook wel een stukje practice what you preach. Want heel veel mensen hadden misschien eerst zoiets van, ja, Marloe heeft makkelijk praten, maar zij heeft nog geen kinderen. Of Marloe heeft makkelijk praten, want zij heeft nog nooit iets ergs meegemaakt. <laughs> dus ja, tuurlijk. Uh, nou ja, dus ik denk wel dat ik daardoor uh, dat mensen wel zien van, oké, okay, ze is nog steeds gewoon een heel, heel, ja, optimistisch mens. Ze staat nog steeds wel uh, met een uh, groeimindset, zeg maar, in het leven. En. Uh, ja, ze krijgen nog steeds veel voor elkaar. En, en ik probeer ook nog steeds dus wel te zeggen van... nou, voor tien uur weet je wel niet. En dat, daarin ben ik denk ik alleen nog maar meer een voorbeeld geworden voor mijn klanten. Mooi. Zie je ook ja. een verschil tussen um, je klanten die geen moeders zijn of die wel moeders zijn? En hoe dat impact heeft op, op hun mindset qua um, ja, carrière, professionele dromen? Uh, leuke vraag. Um, ja, ik denk wel de mensen die... of de moeders die... Uh, daarvan is het als ze net zijn bevallen, vaak wel eventjes een stapje terug. Dan zitten ze echt meer in die vrouwelijke energie, zeg maar. Waar ze, kijk, iedereen als ondernemer heeft toch wel echt een, een drive natuurlijk. En heel veel dingen bij mij komen. Uh, die komen ook wel op mijn energie af. En ik heb ook zeker wel een stukje actie en gaan en groeien en knallen. Um, maar ik merk wel zeker ook, sinds, nou ja, ook wel sinds de komst van Isalu dat ik meer vrouwen aantrek die dat wel toch ook belangrijk vinden... om zichzelf niet voorbij te lopen. En ja, die een stukje meer bewustzijn willen. En um, ja, dat ja, mindset belangrijk vinden. Um, en of dat dan anders is als ze moeder zijn geworden... ik denk wel dat ineens het bedrijf niet meer per se... op alle allereerste plek staat. Dus dat, ja, dat het wel een beetje verandert. Maar in de basis... Ja, ik denk wel dat ze in de basis wel voor een groot deel zeker hetzelfde blijven en uh, ja dat ze wel de ambitie hebben, maar dat het net even anders is en dat ze ook willen kijken van, nou, hoe kan ik bedrijf laten doorgroeien, maar ook gewoon een goede moeder zijn. Heeft het jou veranderd als ondernemer, moederschap? Mm, ja, ja, zeker als ik, ja, ik, ik zie dan het moederschap ook zeg maar met de komst van ons eerste kindje. Uh, want ja, dan ben je ook wel moeder, maar goed, het is, het is niet helemaal. Het, ja, het is altijd een beetje lastig, maar dat heeft me vooral heel erg veranderd. Die, die gebeurtenis uh, heeft er wel echt voor gezorgd dat ik wel veel bewust in het leven ben gaan staan en andere keuzes maak. Uh, en nu dat ik uh, moeder van Sum ben gaan worden, heeft er. Uh, ja, ik denk dat ik. Ik ben nog steeds gedreven, maar niet ten koste van alles. Dus ja, ik wil een succesvol bedrijf bouwen, maar ik heb nu wel sneller zoiets van... Oké, okay, nou, het is ook genoeg. Ik heb niet meer de ambitie om een miljoen omzet te draaien of zo. Ik bedoel... Uh, ja, Waarom wat, niet? Uh, ik, ik... Nee. Nou, omdat ik denk, ja, word ik daar gelukkiger van? Wat moet ik doen om een miljoen te draaien? Moet ik of meer klanten of nog meer lanceringen of... Uh, nou, het gaat er mij om dat ik gewoon een Leven kan leiden wat, wat mij gelukkig maakt. En er is meer naast het business stuk. Want ja, alleen maar werken, daar wil ik ook niet gelukkig van. Dus ja, en, ja, dus in die zin is het wel iets minder. Terwijl als ik misschien geen moeder was geworden, had ik denk ik echt wel die drive gehad. Ik dacht van, een soort van die streber in mij, die denkt van: oké, okay, nou, een half miljoen lukt, dan moet een miljoen ook lukken, weet je wel? Ja, ja, dus het heeft me in die zin ook wel een beetje veranderd als ondernemer, maar alsnog. Ja, wil ik wel gewoon graag goede resultaten halen en mijn klant ook vooral gewoon heel goed helpen. Maar uh, ik denk wel, ja, dat dat, dat dat wel ook voor een deel is veranderd. Omdat ik ook nu kan zien van joh, maar je bent ook moeder, weet je wel. Wat is, ik deed al wel veel met uh, bijvoorbeeld kernwaarden, weet je wel, hoe wil je leven? En wat, is nou, wat, ja, wat vind je belangrijk? Maar dat het nu als moeder zijn en ik nog meer voel van oké, okay, ja. En het is ook lastig soms om al die ballen in de lucht te houden. Dus ja, daarin maak je soms ook andere keuzes van... ga ik nu weer een lancering doen of kies ik ervoor om nu even rustiger aan te doen. En uh, echt te genieten, want het gaat zo snel. <laughs> ja. Wat ja. zijn daarin uh, voor jou de afwegingen van een lancering of nu even rustig aan? Ja, uh, ik, ik onderneem sowieso heel erg vanuit gevoel. Dus... Um... Ik heb nu, uh, bijvoorbeeld in januari, had ik twee lanceringen. Ik had, naast Business Coach heb ik ook nog een programma waarbij ik uh, vrouwen help om fit en energiek in hun lijf te zitten. Dus uh, dat heet Hello New You en uh, dat hebben we helemaal vernieuwd. Um, dat is een membership geworden, dat hebben we in januari gelanceerd. En tegelijkertijd lanceerde ik toen ook mijn uh, Mind, Body Business programma voor dus mijn zakelijke klanten. Uh, dat is een halfjaartraject, het andere is doorlopend. Dus toen had ik al zoiets van, nou, normaal gesproken zou ik nu twee keer per jaar zo'n uh, MBB-traject lanceren, maar ik denk dat ik hem nu wel maar één keer doe, omdat het toch wel, uh, ja, ik weet niet, het is ook je, je draagt ook. Ik ben natuurlijk ben bezig met mijn eigen business, maar in je hoofd ben je ook bezig met die andere bedrijven en die energie van die vrouwen zo hoog mogelijk. Dus je draagt de groep als het ware. Dus om mijn eigen energie goed te kunnen houden, heb ik er nu voor gekozen om dit jaar dit programma maar één keer met uh, groepscoaching te starten. Dus ja dat, dat soort keuzes maak ik echt vanuit gevoel ja ja en um, je had nou, we zijn er weer twee maanden het nieuwe jaar in um, maar ik zag wel dat je voor het nieuwe jaar 2022 een kernwoord had namelijk ja ruimte. ja wat kun je daarover vertellen ja elke jaar aan het begin van het jaar ga ik inderdaad kijken van wat is mijn kernwoord um, nou vorig jaar was dat moeiteloos ik wilde dat alles moeiteloos doorliep terwijl ik ook met verlof was en zo uh, en nu is dat ruimte, omdat ik merkte dus, ik kwam weer terug. Eerst had ik nog, nou, toen, toen Simba net was geboren, toen dacht ik echt, oh, ik wil alleen nog mijn moeder zijn. Het kan mij dat uh, bedrijf schelen, dat is echt heel bijzonder om te merken. Maar al vrij snel, toen ik weer nou, uit mijn verlof kwam, toen kwam dat uh, vlammetje steeds meer terug. En toen dacht ik, oh ja, en ik wil uh, ja, wel echt wel weer met mijn klanten. En ik kreeg er echt weer plezier in en nieuwe programma's. Um, dus wat er wel voor zorgt, omdat ik dus nu maar drie dagen werk, uh, ja, heb je toch een dag minder. Ik wil graag een dag... Uh, ik doe ook dingen zoals... Kijk, ik vind zelfcare ook belangrijk. Dus ik vind het ook belangrijk dat je ook gewoon goed voor jezelf blijft zorgen. Dat je nog wel lekker een keer naar de schoonheidssalon gaat of een massage boekt. Of weet ik veel, uh, een dag met een vriendin eventjes weggaat. Dus... En dat soort dingen plan ik dus nu vaak ook wel op de dagen dat ik zon niet heb. Dus op mijn werkdagen. Dus effectief, blijft er dan ineens toch veel, veel minder tijd. Ik, ik werk geen 24 uur. En ik begin natuurlijk pas om 10 uur echt met mijn afspraken. En ik wil maar twee calls per dag. Maar goed, dat werkt op een gegeven moment niet meer. Dus ik zag mijn agenda volstromen. Dus de afgelopen tijd had ik echt. Ja, was ik alleen maar met mijn klanten bezig. En um, had ik geen, heel weinig ruimte om echt. Aan mijn business te werken, maar ook om te creëren. Om weer nieuwe programma's en meer podcasts, dat soort dingen. Dus toen voelde ik wel van, oké, okay, wacht. Ik mag wel echt een stapje terug doen. 2022, wordt toch meer ruimte. En ik geloof er echt in. Vanuit die ruimte ontstaan er juist weer mooie dingen. Want ik kan nu ervoor kiezen ja, om inderdaad twee trajecten te doen. En nog meer klanten. En uh, op die manier echt te groeien. Maar ja, ik weet niet. Dat voelt ook niet goed, omdat ik juist die ruimte en vrijheid is ook echt een belangrijke kernwaarde van mij. Dus ja, om die vrijheid ook te kunnen ervaren, heb ik ook ruimte nodig om te kunnen creëren. En uh, ja, om ook rust te pakken, juist soms even een stapje terug doen. En vanuit daar ontstaan er juist weer vele mooie dingen, omdat je ook meer ja, die connectie met jezelf hebt, zeg maar, veel beter kan voelen. Ja, wat wil ik nu eigenlijk? En, waar word ik gelukkig van en wat kan ik mijn klant, wat, ja, wat kan ik mijn klanten bieden en hoe kan ik hun op een zo goed mogelijke manier helpen? Dus uh, ja, ruimte voor 2022. Nee. En dat is mooi want, want, elke keer kun je dan dus het hele jaar kun je dan teruggrijpen naar dat kernwoord dat je denkt van oké, okay, wat was ook alweer mijn kernwoord, ruimte. Heb ik momenteel ruimte uh, genoeg? En dat is een ruimte in alle vlakken. Hè? Dat is ook ja, uh, yeah, uh, nou, ruimte in mijn team weer voor een nieuw teamlid, maar ook uh, uh, dus echt optimaliseren, Ruim, geen ruimte meer voor technisch geneuzel, uh, ruimte om uh, uh, ja, ook gewoon uh, met vriendinnen leuke dingen te doen, weekendjes weg te gaan, ruimte om misschien zelf weer een keer twee maanden in het buitenland te bivakeren. Dus dat is op alle vlakken en dat vind ik wel heel fijn om dan ook gedurende dit jaar gewoon regelmatig te kunnen kijken van oké, okay, hoe zit dat nu eigenlijk met het kernwoord en leef ik nog ja, hoe ik wil leven. Mooi, mooi. Ja, ik, moest, ik, ik vond het wel grappig, want ik moest eraan denken van, oh ja, eigenlijk heb ik dat stiekem ook voor mezelf gedaan. Ik, dit, begin van dit jaar dacht ik, ik wil gewoon heel veel plezier hebben ja. in alles wat ik doe. En als het niet meer plezierig voelt, dan moet het anders. Ja. Dat misschien niet. Um, dus ik dacht van, oh ja, dat is inderdaad uh, ja, iets wat heel veel houvast geeft. Zo, wat ja. ben ik nu wel aan het doen, ben ik nu aan het leven zoals ik het wil. Ja, precies. En uh, ja, misschien stellen we onszelf die vraag niet vaak genoeg. Nee. Gewoon maar doorgaan en, uh, goed, ja. en niet denken van... oké, okay, wat is op dit moment eigenlijk belangrijk? Ja. Ja, regelmatig even zo'n incheckmomentje... en een reflectiemomentje is zeker belangrijk. Ja. Ik vroeg me af of je ook zo'n kernwoord hebt voor het moederschap. Je hebt nu net een jaar achter de rug, bijna. Ja, ja. He, dat is wel een goede vraag. Ik heb geen kernwoord voor het moederschap. Ik heb wel heel bewust, uh, samen met Jurre hebben we wel. Uh, uh, zijn we intentioneel het ouderschap ingegaan, denk ik. Uh, dat is ook altijd wat ik. Uh, ja, dus het is eigenlijk een soort van intentie zetten. Hè? Dus dat het is wel wat ik. Ja, met met zo'n kernwoord ook doe. Met, met alles. Ook met de calls, met klanten. Maar ook, uh, ook met het moederschap. Dus we hebben. Uh, ik heb hem hier even toevallig erbij gepakt. Ik heb hier een notebook. En we zijn gaan zitten, zo van, oké, okay, wat verwachten wij van het ouderschap en hoe willen wij het ouderschap ervaren? Het er is leuk om het op te schrijven, zodat we ook kunnen terugblikken van, oké, okay, ja, want ja, laten we heel eerlijk zijn. Je kan je er wel een beetje een beeld van maken hoe het is om moeder te worden, maar toch niet helemaal. Er zijn toch wel dingen dat je denkt van, oh ja, oké. Okay. Nou, wat ik, wat ik net zei, dat hij toch een keer bij ons tussen ons insliep. Ja. Dat er, van tevoren kun je heel leuk bedenken. Dat gaan we echt niet doen. Maar ja, soms uh, zijn er wel dingen die, niet, uh, ja, die toch anders lopen. Dus, dus ik heb geen kernwoord voor het moederschap uh, van tevoren. Maar wel dus intenties gezet van hoe willen wij het ouderschap ervaren. Ja, ja. Wat, ja was een, wat was een van de belangrijkste intenties? Um, nou Even ja, sowieso, boekje openen. Ja, ik hoef hier het boekje eigenlijk niet voor te openen. Want het belangrijkste is wel... Dat wij gewoon relaxte ouders zouden zijn. En dat is ook echt wat wij heel veel hebben teruggekregen van uh, vrienden. Die zeggen, jullie zijn zulke relaxte ouders. Dat is echt, uh, ja, ja. En ja. ja, dat is grappig, want mensen Ze zeggen, nou ja, het lijkt alsof het bij jullie soms vanzelf gaat. Of dat dingen altijd heel makkelijk gaan. En daarom was ik ook wel. Zo, nou ja, het klinkt heel gek. Ik was niet blij natuurlijk dat, dat, het zoiets, dat ons zoiets verdrietigs is overkomen als je kindje verliest. Maar um, ja. Dat, dat zet wel een soort van mensen aan het denken van oké. Okay, uh, dus het gaat ook niet allemaal vanzelf. Dus ja, het heeft ook wel echt wel degelijk te maken met hoe zij in het leven staat. En ja, ik denk ook zeker dus hoe, hoe je mindset is. Dus um, ja, we hadden wel uh, verwacht dat het uh, ook gewoon echt super mooi zou zijn, het moederschap en het ouderschap. Uh, dat uh, ik, ik zie hier. Uh, 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 ja, we zullen verliefd zijn, zoveel liefde en knuffels gaan geven. Uh, nou, dat ik een goede moeder zou zijn en, en ik had ook gezegd dat jullie een goede vader zou zijn. Uh, dat we geen ruzie gaan maken op, over de opvoeding, omdat we op één lijn liggen, bijvoorbeeld, als uh, verwachting. En hoe uh, gaat die? Ja, eigenlijk wel goed. We liggen echt best wel op één lijn. We zijn wel echt een team. En. Um, ja, daar ben ik echt wel tevreden over. Maar goed, het hele oh echte opvoeden, het echte opvoeden, dat begint nu eigenlijk een beetje natuurlijk. Nu die gaat kruipen en uh, ja, dat dingen gaat pakken waarvan je denkt, ja, hier niet aan zitten, weet je wel. Dus ja, daar kan ik nog niet echt uitspraak over doen. Um, nog. Ja, ja, maar over het algemeen liggen we echt wel op één lijn. Nou, wat fijn. Ja. Ik ga, even, uh, ik ga deze sowieso even anders positioneren. Ja. Volgens mij heb je ja, dan mijn haar eruit getrokken. <laughs> nou, je kunt wel... toch wel wat haar missen. Je hebt zo'n mooi bos haar. Ja. <laughs> nou, gelukkig. Nou, zo na de zwangerschap merk ik wel. Oh ja. Het komt er wel uh, iets meer uit dan normaal, hè? Ja, hè. Oh god, ja. Dat had ik dus al na de eerste zwangerschap. Ja. Dus, uh, ik maakte mijn borst al nat. Het is wel inderdaad ook wel, maar wel iets minder voor mijn gevoel. Wat ik zo mooi vond aan, uh, aan wat jij doet: dus vrouwen behelpen met hun business, is. Uh, um... Volgens mij, ik heb het idee dat moeders daar vooral vaak aan gaan denken. Van, van hé, hey, zal ik een eigen business starten? Uh, op het moment dat ze dus kinderen krijgen, op het moment dat ze moeder worden. Um, voor die vrijheid, is dat iets wat jij merkt bij je klanten? Of hoeveel van, je, van je, de vrouwen die uh, bij jouw klanten zijn, zijn eigenlijk moeder? Is dat qua percentage? Oh, dat is wel een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Um, ik denk. Of dat is niet precies hoor, maar. Ja, god. 70% of zo, misschien? Ja? Oh, dat is ja. toch wel een overgroot over groot gedeelte? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat het is verschoven. 60, 70, ja. Ik zal eens een keer het is een leuke vraag. Ik zal eens een keer even moeten gaan uh, kijken, inderdaad. Volle. Maar, maar het zijn vaak wel. wel ja. ja. Um, ze zijn vaak wel al begonnen met hun business hoor. Niet per se omdat ze moeder zijn geworden, dat ze denken: oké, okay, nu ga ik een eigen bedrijf starten. Nee, precies. Dus, uh, dat is niet, meer dat niet het... per se uh, die, uh, die drang. Nee. Nee. Dus, en dat is ook wel mijn doelgroep. Er zijn vaak wel ondernemers die al eventjes bezig zijn. Hoewel ik wel merk... Ja, ik merk wel dat ik nu ook wel meer vrouwen aantrek... die inderdaad willen beginnen. Of die nog een loning zijn. En dan uh, ja, misschien toch inderdaad ook wel... dat ze denken van nou, ik wil meer vrijheid. Of ik wil, ik heb een kinderwens. En dat is misschien juist wel fijn. of uh, Ja. Ja, maar jij doet dit nu al een paar jaar. Je bent op... Een paar jaar ondernemer is het iets waar wat je moeders met jonge kinderen kan aanraden van ja op dit moment heb ik die vrijheid en dan kan ik het veel beter combineren met de moederschap of denk je van juist die beginfase is wel heel erg pittig met een kleine. Ja, ik moet eerlijk zeggen ik ben al ruim tien jaar ondernemer dus ik weet ook niet meer zo heel goed hoe het is om mijn loondienst te zijn maar ik zou ik zou het echt ja ik vind het echt een hele fijne combinatie ja. Ik zou het zeker mensen aanraden. Maar ja, niet iedereen natuurlijk. Niet iedereen is gemaakt voor het ondernemerschap. Er zijn ook mensen die denken, ik heb ook een vriendin. Nou, ik, ik denk dat het heel goed is dat zij lekker in loning zit. Die zegt, ik wil een baan waar ik geen stress heb. Dat ik het uh, gewoon kan afsluiten. Uh, deur achter me dicht trekken. En dat is het dan, weet je wel. Kijk, dat kan ik me ook. Voor sommige mensen werkt dat heel goed. Maar als je ondernemend bent uh, en houdt van vrijheid, ja, kijk. En het is vaak wel, zoals ondernemen in het begin, is het wel heel veel investeren. Kijk, ik heb nu echt een hele relaxte positie. Maar daar heb ik ook jaren heel hard voor gewerkt, natuurlijk. Dus. Um, en ik wil niet zeggen dat, 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 je, dat, dat iedereen eerst heel hard moet werken voordat je dat uh, kan creëren. Dat zeker niet. Maar um, ja, de eerste jaren van een business is vaak wel eerst investeren, uh, klantenkring opbouwen, natuurlijk. Maar ja, zoals. Dat hij inderdaad, als je moet opverhalen van de opvang, dat je dan wel die flexibiliteit hebt. En ik denk in loondienst ja, dat daar ook altijd wel iets voor te regelen is, natuurlijk. Maar, um, ja. ja, dat vind ik lastig te zeggen. Ik ben, ik ben al zo lang ondernemer. Ik kan me ook niet meer anders voorstellen. Maar ik heb ook genoeg vriendinnen die wel gewoon in loondienst zijn, die, uh, die het ook prima kunnen combineren. Ja. ja. Ja, want ik, wat ik wel wel merk is dat veel vrouwen die inderdaad een eigen business hebben, wel nog geneigd zijn om dan inderdaad als ze op bed liggen of zo nog even wat te gaan doen. Wat zijn de valkuilen eigenlijk uh, van die combinatie, ondernemerschap en moederschap? Ja, ik denk dat de, uh, de valkuil is dat de, um, de scheidslijn zeg maar, tussen privé en zakelijk is natuurlijk wat uh, vager. Dus dat, dat je sneller geneigd bent om, oh, als het klein op bed ligt. Uh, Even snel nog wat voor je werk te doen. Um, waardoor je toch uiteindelijk, ja, ik denk wel iets onrustiger wordt. Tenminste, ik merk dat aan mezelf. Ik heb wel echt de wens om dat echt niet te doen. En die intentie. Um, maar goed, in het begin. Het was echt wel zoeken naar een nieuwe balans natuurlijk. Dus dan had ik wel af en toe dat ik dat wel deed. En ik merkte wel dat, dat ik daar vrij onrustig van werd. Want dan denk ik toch, oh shit, hij kan elk moment wakker worden. En uh, ja, dat is toch wel. Uh, ja minder relaxed voor jezelf of zo, dat je niet helemaal echt een mama dag hebt. Dus ja, ik denk dat de grootste valkuil is dat het gewoon toch een beetje door elkaar loopt en dat je misschien dan, nou weet je wel, dat je uh, borstvoeding of zo aan het geven bent en ondertussen uh, uh, je, je mail aan het checken bent of zo, dus dat je er daardoor misschien minder echt van kunt in het moment kan leven en van geniet. En dat is uh, natuurlijk wel een valkuil en zonde. Ja, is er een manier waarop jij dat wil voorkomen? Ja, nou, dat is dus uh, voor jezelf heel duidelijk die intenties zetten. Uh, ik, ik, ik werk dus bijvoorbeeld met leefregels, zoals ik dat noem. Dus inderdaad bepalen van hoe wil ik leven. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld voor mij in de borstvoedingperiode in het begin heb ik gezegd, ik wil gewoon niet als ik borstvoeding geef, wil ik niet op mijn telefoon kijken. Um, nou ja, op een gegeven moment kom je erachter. Sun dronk soms echt een uur aan de borst, <laughs> om de drie uur. Ja, dat, uh, dus daar weet je dan op een gegeven moment ook wel wat flexibeler in. Maar wel heel bewust. Weet je wel. Dat je er wel heel bewust van bent. Van oké, okay, wat doe ik eigenlijk? En um, ja, daar ook weer voor jezelf. Gewoon een soort van ja, regels voor jezelf voor opstellen. En uh, uh, ik denk dat dat wel helpt. En dat je dan ook regelmatig kijkt van oké, okay, hoe wilde ik ook alweer? Weet je, wat waren mijn intenties hiermee? En hoe gaat het nu eigenlijk? En um, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat je er wel bewust van bent. En juist als je er bewust van bent, dan zul je ook sneller merken van. Oké, okay, oh wacht. Eh. Uh, want ik zei, ik heb ook wel ondernemers die überhaupt helemaal niet bewust. Bijvoorbeeld met hun telefoon mag, gebruik. Aan de slag zijn en dan of bezig zijn. En dan ga je dan naar vragen. En dan schrikken ze zich echt rot. En dan zeggen ze oké, okay, weet je wel, dan gaan ze naar die schermtijd kijken. En dan zitten dus sommige mensen zitten gewoon vijf uur per dag op hun mobiel te kijken. En um, ja, dat. Ja, heftig, uh, ja. En dat geldt, denk ik, niet alleen voor ondernemers. Maar ja, als ondernemer misschien wel. Ja, ik denk ook wel voor mensen die in Loning zijn. Dus. Um, ja, dus op die manier denk ik wel dat je het voor een deel kan voorkomen. dat je er gewoon heel bewust, intentioneel afspraken met jezelf over maakt. Ja, dat, dat hoor ik eigenlijk overal terug. In, ja. uh, het, gewoon dat je heel erg bewust bezig bent nou, met je ondernemerschap, met het moederschap, oh, okay. ook met zwangerschap. De aanloop ja. naar uh, je bedrijf even op pauze zetten. of even overhandigen aan, uh, aan iemand anders eigenlijk ja. voor een paar maanden. Ja, gewoon heel. Um, gewoon de voorbereiding en het bewustzijn. Bij wat wil ik nou eigenlijk precies? Ja. ja. Um, ik kan me afsluiten met een paar vragen. Mm -hmm. um, snelle vragen. Um, en een daarvan is, uh, wat is je grootste, oftewel je meest onaangename verrassing van het moederschap? <laughs> nou, dat waren wel de darmkrampjes. <laughs> Waarom heeft niemand mij verteld? Dat dat zo intens kan zijn. En dat ze daar zoveel last van hebben. Ik dacht echt, toen Sun was geboren, nou, we hebben de meest relaxte baby ever. En dit is zo relaxed. En toen uh, ineens kwamen die krampjes. Nou, ik heb echt uren met hem rondgelopen. En uh, ja, dat vond ik heftig. Dat was wel dat ik, uh, ja, dat is mijn grootste motherfucker. Ja, ach jeetje, jij kunt niks doen, hè? Nee. Het is maar gewoon nee. troosten en hopen dat het snel voorbij gaat. Ja. Ach Geetje. was jij dan degene die, uh, die met hem rondliep? Heb je die nee hoor, nee, 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 allebei, allebei. Alleen Jurre ging natuurlijk al wel eerder aan het werk, dus dan, uh, ik weet nog wel een keer dat ik met een vriendin ging wandelen. Nou, dachten we oh leuk, weet je wel, allebei ongeveer dezelfde leeftijd, een babytje en uh, met die kinderwagen zo samen. Ik was zo blij dat ik eindelijk ook achter een kinderwagen kon lopen, weet je wel, dat ik niet een moeder was zonder kindje die, uh, die daar uh, naast liep, zonder wagen, dus... Dat was echt iets waar ik naar uitkeek. En dan liep ik met die vriendin te wandelen. En nou, Sun moest alleen maar huilen, huilen, huilen. En dan kun je gewoon geen gesprek voeren. Nee. Dat, uh, ja, nee, dat, dat, is wel, dat, dat doet gewoon echt iets intern met je systeem, zeg maar. Het staat echt op stress. En uh, ja, instinctief denk je alleen maar, och, ik wil wat doen, ik wil wat doen, maar je kan niks doen. Nee. En ik, het oh, was echt zo erg, trouwens, want toen was het een hete zomerdag. Maar ik dacht, ja, ik ga niet opgeven, weet je wel. Dus toen hebben we hobbelpaadjes genomen. En nou, op een gegeven moment ging het weer goed. Toen was hij weer rustiger. En toen gingen we dus stilstaan. Toen wilden we even een fotootje maken van die twee kleintjes naast elkaar in die wagen. Nou, dat stilstaan was funest. Dus toen begon hij weer. En toen kon ik kiezen, of ik ga hier linksaf, dan heb ik een kortere route naar huis. Of ik ga rechtdoor, dan heb ik nog een iets langere wandeling. En dan kan ik, ja, nog even wat langer met haar gewoon kletsen. En... Maar goed, toen was hij dus weer... En toen koos ik toch voor de langere route. En het was echt... De slechtste keuze ever. Uiteindelijk ben ik met hem beland uh, in een weiland uh, zonder bomen. Dan heb ik hem daar borstvoeding gegeven in een gloeihete zon. Met, uh, nou ja, die hondjes waren er natuurlijk ook nog. Dus die, ach, het was echt, maar ik dacht, dit is mijn enige. Ik kon niet meer. Ik, ik had echt al anderhalf uur met haar gewandeld met een krijzende baby. Ik denk, dit, dit moet stoppen nu. Dus Ach, dat echt, uh, Heftig, ja. Maar goed, dat gelukkig komt aan alles een einde. Dus uh, toen hij eenmaal naar de opvang ging, uh, was dat ook weer, weer aardig voorbij. Ja. ja. Is het dan toch die ondernemersdoorzettingsvermogen, zo van. <laughs> ik moet dit laten werken. Want dat misschien niet helemaal werkt voor het moederschap? Ja, misschien wel, ja. Ja, dat zou best wel kunnen, ja. Ja. En ander, de uh, tweede is: wat is je breekijzer? Waar breek je van als moeder? Ja, nou, dat vond ik wel echt... Uh, ja, als hij, echt, als hij heel erg pijn heeft en je kan niks doen... Ja, dat vind ik zo zielig. Ik merk echt dat dat een verschil is tussen mannen en vrouwen. Jurre, die, mijn uh, man, die, uh, ja, die kan dan toch wel heel rustig blijven. Het is niet dat ik dan helemaal gestrest uh, en helemaal gebroken ben. Maar ik heb wel een keer inderdaad in het begin toen Jurre alweer... Uh, aan het werk was. En nou, dan moet ik ook zeggen, dat was ook al uh, intensief, omdat hij, we hadden toen een investeringspand gekocht en hij ging elk weekend klussen. Dus dan was ik elk weekend ook alleen met Zun. En, en dan uren was hij aan het huilen en ik, het gewoon, toen heb ik echt al een keer mee zitten huilen, ja. Toen ben ik echt wel een keer gebroken. Ja. Och, is je, ja, maar dan kan je ja. ook niet meer. Nee, en dan zit je nog zo met die hormonen. Dus ja, dat was toen even een breekmomentje. momentje. Ja. ja. En tot slot, um, wanneer verdient die voor het laatste Mom of the Year Award? Dus een moment waarvan je dacht: Nou, dat heb ik wel even geflikt. Nou, dat is dan toch wel tijdens uh, de beginborstperiode, voedingperiode. Uh, ook een kwestie van doorzetten. Ik had een dubbele borstontsteking. Ik lag echt uh, te eilen in mijn bed met 40 graden koorts. En ik Oeh. moest eigenlijk wel naar het ziekenhuis. Maar vanwege corona en uh, alles uh, kon ik daar niet terecht. En toen hebben we nog wel langer ook uh, kraamzorg gehad. En die heeft ook slecht geslapen omdat ze zich zo zorgen maakte om mij. Uh, maar toen heb ik toch doorgezet. En uh, uiteindelijk, uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat iedereen dat moet doen hoor. Absoluut niet. Uh, maar ik vond, ik had zo uitgekeken naar de borstvoeding zeg maar. Ik vond het zo'n mooi momentje. En ook zo'n. Ja, momentje dat je zo bewust kan genieten. Dus toen heb ik doorgezet. Uiteindelijk is er nog een keer een borstontsteking bijna gekomen. Uh, oh ja, ja. Toen, toen had ik wel de Moral of the Year Award verdiend, vind ik zelf. Ja. beetje. Ja. Ja, uh, oh, dat is niet ja. niks. Nee. Hoe, uh, hoe, hoe ging dat toen met de borstvoeding? Is het voor de rest uh, goed verlopen? Ja, uiteindelijk heb ik iets van een half jaar of zo uh, borstvoeding gegeven. Um, ja, dat ging verder gewoon helemaal goed. Het duurde alleen vrij lang. Maar ja, daardoor had ik wel elke keer heel lang een mooi momentje, Een bewust momentje <laughs> voor mezelf en met zijn. Ja, ik heb er wel echt heel erg van genoten. En um... Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet van tevoren had gedacht dat dat zoveel tijd in beslag kon nemen. Ik weet nog wel, de ja. eerste vraag die ik aan mijn, vriendin, mijn beste vriendin stelde toen die was geboren met die borstvoeding. Dat ik zei van die drie uur hè, um, tussen de voedingen in, gaat dat in vanaf het moment dat die klaar is? <laughs> vanaf het moment dat je begint met voeden? <laughs> nee, vanaf het moment dat ik oh, dat begint. dacht ik, oh shit, ja, dat is echt. En nou ja, op een gegeven moment, hij was gewoon slomme drinken. Dus ja, je hele dag staat dat in het teken van wat voeden en. En het van natuurlijk. Dus op een gegeven moment ging ik weer uh, aan het werk. En dan moest ik gewoon tijdens die coaching calls af en toe gewoon... Uh, dzz, dzz, dzz. Yeah. Ja, doe, doe je dit dan ook? Dat heb ik toen wel gedaan bij, bij, bij klanten die ook moeder waren. Of die net ook moeder waren geworden. En volgens mij waren het maar één of twee klanten hoor. Dat ik dacht van ja, nou ja, zij snappen het wel. En, uh, ja. Ja, en dat ging wel goed ook. Want ik weet nog altijd dat de klant toen tegen mij zei... dat het gewoon bij jou doorgaat nu. Ik nee. dacht echt wel, ik moet wel rustig zijn, weet je wel. Maar, nee, precies. Uh, ja, nee, dat ging goed. En ik ben toen... Um, wat ik ook belangrijk vind aan een moederschap... is dat je ook tijd voor jezelf... dat je ook gewoon jezelf... Ja, natuurlijk, het neemt heel veel tijd en ruimte in beslag. Maar uh, je kunt er wel ook bewust voor kiezen om... Ja, ook nog wel af en toe een nachtje of een weekendje... of een weekje weg te gaan met een vriendin bijvoorbeeld. En dat heb ik toen gedaan in... September. En toen was ze een half jaar. En toen ben ik met een vriendin uh, naar Portugal gegaan. Op kitesurfkamp. Dat was een spontaan idee van haar. En ik, uh, nou ja, ik had nog nooit gekitesurfd. Maar ik dacht, nou we laten we het proberen. Uh, gezellig. En dan meteen een kamp. Ja. Nou ja, dat klinkt heel erg kamperig. Maar <laughs> het was meer een retreat. Het was echt wel een luxe hotel. En uh, alles op en aan. En yoga was er ook. En dat was iets wat mij ook over de streep trok. Dat ik dacht, oh wat lekker. Dat ik de hele weekje yoga en zo. Um, maar goed, toen heb ik ook in die week heb ik nog gekolft. Elke keer. Maar ik dacht wel, ik probeer het. Maar als het stopt, dan is dit gewoon einde borstvoeding. En dat is dan zo, weet je. Dan is het ook oké. Okay. Ja. Dus uh, ik daar in de vriezer en alles weer mee teruggenomen. En, uh, <laughs> oh, ja, je. ze had natuurlijk een week geen borstvoeding gehad. Dus uh, die uh, was er daarna wel klaar mee. Die dacht, uh, dat flesje gaat me wel lekker snel. Terwijl ja. we toen ook al wat deels deden hoor. Op een gegeven moment was ik wel al gaan afbouwen. Deed ik niet meer volledig borstvoeding. Nee. Dus um, oh. ja, dat. Uh, uh, zo. Ja. En dat was wel lekker. Ik was wel heel blij dat ik het heb gedaan. Jur is nu ook laatst een week op wintersport geweest oh. met vrienden. Het is ook mooi om een week zo alleen met je kind te kunnen zijn. Ondanks oh. dat het ook pittig is, maar uh, ja, ik weet niet. Dat maakt je ook weer uh, dat je nog weer bewustzijn ervaart of zo. Ja. Wat kun je, dan, uh, je had het over die, uh, die uurlange voeding um, en ook nou samen alleen zijn met je kindje zonder je partner. Zijn dat momenten waar je wel aan kan overgeven dat je eigenlijk dat niet productief zijn? Ja, ja zeker. Ja, dat kan ik nu wel. Maar ik ben wel dus ondertussen nog weer geswitcht. Da daarom was het in het begin wel iets lastiger van online business manager. En een online business manager is vooral de belangrijkste rol in mijn bedrijf, dus die moet alles weten. Dus dat was heel veel in werktijd zeg maar. En nu is hij ingewerkt en nu merk ik ook wel dat ik op de dagen dat ik vrij ben uh, ja, dat ik minder vragen krijg en dat ik soms wel, ja, dat ik nu ook wel gewoon zeg, jongens, ik ben vrij. Uh, ik wil gewoon nu met Sun zijn en uh, ja, dat, dat gaat nu echt steeds beter en uh, ja, ik kan daar echt wel echt van genieten. En dat ik ook gewoon een normaal boek kan pakken in plaats van een, bijvoorbeeld een boek wat gaat over persoonlijke ontwikkeling. Of, want ja, dat vind ik gewoon echt zo leuk, omdat ik dat ook natuurlijk met mijn klanten altijd uh, in mijn coaching trajecten verwerk. Maar nu kan ik ook gewoon rustig weer een keer een gewoon leeshoek en het echt even afschakelen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja. Zeker. Dankjewel Marlou voor al je advies aan alle topmoeders die jullie luisteren. Ja, graag gedaan. Ja, en uh, nou, ik wens je gewoon heel veel uh, plezier. Ga lekker genieten van zin. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt gehaald. Dat je inspiratie hebt gehaald. Of iets waardoor je weer door kunt groeien. Wist je dat je mij ook kunt helpen groeien? Jazeker. Maak een screenshot van deze aflevering. Tag mij als je hem plaatst op je Instagram feed of in je stories. Superleuk, want dan kan ik ook zien wie er allemaal naar deze podcast luisteren. En als je me helemaal blij wilt maken... ga naar iTunes, scroll naar onder bij mijn podcast... En geef mij 5 sterren. Het liefst natuurlijk 5. Maar nog leuker als je ook eventjes een referentie achterlaat. Dus een review waarin je laat weten waarom jij deze podcast inspirerend vindt om naar te luisteren. Alvast bedankt en tot de volgende keer.